Ja! Hoi, vandaag heb ik een video voor jullie dat helemaal in het teken staat van 2016. En dat doe ik trouwens niet alleen, dat doe ik samen met drie andere meiden. Namelijk Marielle, Mette en Merel. En wow, mijn naam past er echt niet goed tussen trouwens. Goed, de linkjes naar hun video staan allemaal in de beschrijving, dus neem daar eens een kijkje. Mijn video gaat over beautyfouten die ik persoonlijk in 2016 niet meer wil zien. Maar als jij het wel mooi vindt, dan moet je het vooral blijven doen. Als dat een beetje logisch klinkt. Goed. En vergeet je duimpje niet omhoog te doen. En abonneer je ook even op mijn kanaal als je hier nieuw bent. Dan gaan we door naar de video. Hallo! En voor degenen die nou denken, goh, wat heeft zij nou weer aan? Nou, dit is mijn badjas en ik vind hem prachtig. De eerste make-up fout waar ik het vandaag over ga hebben, is foundation, uiteraard. Nou, heb ik inmiddels een beetje het feit geaccepteerd dat mensen soms gewoon veel te donkere foundation dragen. Ja, dat is niet per se helemaal goed, maar ik ga het vandaag hebben over mensen die veel te lichte foundation gebruiken. En dat moet ook ophouden in 2016, vind ik. Mensen die veel te lichte foundation gebruiken, zijn volgens mij een beetje bang om te donkere foundation te gebruiken en daarmee voor schut te lopen. Maar naar mijn mening loop je net zo hard voor schut als je gewoon jezelf veel te wit maakt als dat je jezelf veel te donker maakt. Ik zal je even laten zien wat ik bedoel. En dit is wat ik bedoel met veel te witte foundation. Ik zie er gewoon niet uit. Goed, de volgende fout is geen poeder gebruiken. Nou, maakt mij in principe niet uit of je te witte foundation, te donkere of precies de juiste kleur foundation gebruikt. Poeder het af. Want dat zorgt er gewoon voor dat het beter blijft zitten, dat het niet vlekt, dat het, nou, gewoon dat het de hele boel goed houdt. Maar ik hoor heel vaak dat mensen zeggen, goh, van poeder krijg je zo'n ontzettend poederig gezicht en je wordt zo cakey en vlekken en al die dingen. Maar dan denk ik van, joh, dat krijg je juist als je het niet doet eigenlijk. Kijk, je hoeft geen kilo's te smeren, maar gewoon één dun laagje, zodat het gewoon allemaal goed blijft zitten. Dan komen we bij de volgende make-up fout. En dat betreft de wenkbrauwen. Oké, wenkbrauwen in 2015 was echt een gevoelig onderwerp. Iedereen doet het anders. Iedereen heeft zijn eigen mening erover. En het is helemaal goed. Maar er zijn zelfs twee dingen, niet één. Nee, er zijn twee dingen die ik in 2016 niet meer wil zien wat wenkbrauwen betreft. Ik zal het even voordoen. Kijk, ik snap heus wel dat niet iedereen evenveel wenkbrauwen heeft. Sommige mensen moeten het ook echt uit de losse hand tekenen. Maar op het moment dat je besluit om je wenkbrauw helemaal in het midden van je oog te laten beginnen, ben je ontzettend fout bezig. Echt waar. Ik zal het even laten zien. Dit is wat ik bedoel. Dit is toch raar. Een andere fout wat wenkbrauwen betreft, is dat sommige mensen nou bij het uiteinde van hun wenkbrauw zo'n heel dik rondje maken. En dat snap ik niet, want volgens mij loopt geen enkele natuurlijke wenkbrauw in een rondje. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Oké, dit is wat meer overdrevener uitgekomen dan ik het in mijn hoofd had. Maar dit is nou wat ik bedoel. Dat het in zo'n gek rondje uitloopt. Wat? Blenden is volgens mij het meest gebruikte woord in 2015. Maar sommige mensen hebben er best wel scheid aan en doen het gewoon niet. Waardoor hun make-up look gewoon een beetje hoekig en apart, ja gewoon raar eruit ziet. Ik zal even laten zien. Nou is dit geen perfecte kleurencombinatie, maar je ziet wel wat ik bedoel. Toch? Dan komen we aan bij mascarafouten die ik niet meer wil zien in 2016. En ik ga het niet eens hebben over spinnenpootjes en dat soort dingetjes. Want dat is al 10.000 keer, miljoen, miljard keer besproken en uitgebreid besproken en uitgebreid behandeld. Ik ga het vandaag hebben over mensen die gewoon scheid aan hebben dat ze met mascara knoeien. Overal en het vervolgens gewoon laten zitten. Ik snap best dat mensen tegenwoordig gewoon ontzettend druk zijn en nergens tijd meer voor hebben. Maar haal alsjeblieft je mascara vlekken van je hoofd, man. En dan komen we bij een volgende ontzettend hippe trend van 2015. Dat is namelijk contouren. Wat ik dus niet meer wil zien is een ontzettend harde, niet uitgeblende lijn. Van ongeveer je oor tot helemaal aan je mond. Een andere trend wat helemaal gepaard gaat met het contouren van 2015 is natuurlijk de highlighter aanbrengen. Dat is zo hip en mensen zijn er ontzettend gek op. Ik zelf ook. Maar sommige mensen, die maken er echt een feestje van, als het ware. Wat mij persoonlijk heel erg stoort, is dat sommige mensen hun neus zo erg highlighten dat je denkt van, oh my god, die heeft in het donker gewoon geen zanglantaarn meer nodig. Nee, die heeft zijn neus gewoon. Een andere make-up fout die ik in 2016 niet meer wil zien, is de ontzettend overdreven overlijnen van je lippen. Oh my god. Ik snap best dat iedereen lippen als Kylie Jenner wil. Maar soms is het gewoon te veel. Je krijgt zo'n clownmond en
Ja, het doet gewoon zeer aan je ogen. Ik ben hier overduidelijk buiten mijn eigen liplijn gegaan. Maar niet eens zo'n dik stuk. Gewoon net erbuiten. En je ziet het zo erg. En het ziet er gewoon echt niet uit. En dit waren al mijn beautyfouten die ik in 2016 niet meer wil zien. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!